Electrabel is tegelijk de grootste groene stroomproducent van het land en beschikt ook over centrales, kerncentrales, gascentrales, biomassacentrales en waterkrachtcentrales. Van de 21 gigawatt in België geïnstalleerde capaciteit vertegenwoordigt het park van Electrabel 9,5 gigawatt. Dat is 45% van de totale in België geïnstalleerde capaciteit. De rest van de markt wordt ingenomen door andere producenten zoals EDF, Total, T-Power enzovoort. In totaal levert Engie Electrabel 57% van de elektriciteit op de Belgische markt. Ons land kan ook elektriciteit invoeren. Dat is de verantwoordelijkheid van Elia als transmissienetbeheerder. In België bedraagt de maximale invoercapaciteit momenteel 5,5 gigawatt. Wat lokale capaciteit of invoercapaciteit betreft, is het essentieel voor de energiesector om over een strategische visie op lange termijn te beschikken. De investeringen gebeuren immers op 15 jaar, 20 jaar of zelfs meer. Over welke eigen capaciteit wensen we in België te beschikken? Welke technologieën moeten met voorrang worden ontwikkeld? Tegen welke prijs? Op welke invoercapaciteit kunnen we werkelijk rekenen? Hoe kunnen we het energieverbruik van huizen, scholen, ziekenhuizen en bedrijven verlagen? En hoe kunnen we onze doelstellingen inzake de vermindering van CO2-uitstoot behalen? Al deze vragen worden gesteld met in het achterhoofd een regel die in dit stadium altijd gerespecteerd moet worden. Het aanbod van elektriciteit moet op elk moment gelijk zijn aan de vraag van de consumenten. Of er nu wind, zon is of niet.